wel smal, Kees. Wie verzint dat om hierheen te gaan? Ja, de route zegt dat het moet kunnen. Ja. Tot in mijn broek. De route zegt dat je erheen moet. Het is niks, het is een sloot. Ik heb aan beide kanten maar een half metertje over. Ja. Oh, ik heb het nog nooit meegemaakt. Zo smal. Nee. Als ik hier kom vastzitten, heb ik echt een probleem. Ja. Ik voelde hem net al een beetje dichtslippen en er staat wind. Dus kom, we gaan even de stoot weer uitgooien. Maar... Dan ga je nooit goed. Nee. Je moet even achteruit. Ja, maar kijk, dat slootje. Ja. Ongelooflijk dat ik hier doorheen ben gekomen. Ik ga vandaag eens lekker op avontuur. Ga je met me mee halen. Over land en zee. Op naar de volgende bestemming. Sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Hey, Chico. Wie komen er vandaag weer? Ja, hey, Theo en Trixie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Je zag in de vorige vlog dat mijn pa samen met zijn trouwe viervoeter Trixie van boord ging. We hebben even een weekje kalm aangedaan. Hij is terug naar huis gegaan, even het gezonnetje bijgepunt, de sociale contacten weer aangehaald en heeft even een camper gekocht. Wat zeg ik, camper gekocht? Ja, dat heeft hij heel snel gedaan. Het zat wel in de pijplijn, hoor, maar hij zag dat 's morgens op Marktplaats staan en 2 uur later had hij hem gekocht. Nou, wat voor camper het precies is geworden... Ik kan je beloven, het is wel heel vet, vind ik persoonlijk. Maar dat ga ik hem straks vragen, want hij is weer in aantocht. Hij komt weer aan boord en we gaan een nieuw vaaravontuur aan, deel 2. Hij wordt straks gebracht door zijn buurvrouw. Dus dan zullen Theo en Trixie weer aan boord van de VB-002 komen. Ja, ik ben blij dat ik ze straks weer aan boord mag verwelkomen. Want het is natuurlijk hartstikke gezellig. Alleen is ook maar alleen. Maar ik moet zeggen, ik heb me niet verveeld hier hoor. Want gisteravond ben ik mee uit eten gevraagd door...
Joeri Boers. Je zag hem in, denk 3 vlogs geleden, dat ik uitgenodigd was om een kijkje te nemen op zijn sleeboot. En ook die van zijn vrienden. Nou, dat was hartstikke gezellig. Dus hij vroeg gisteren aan mij van, Kees, wil je mee uit eten? We nemen je mee naar de koper Kees hier in Sneek. Was lekker gegeten. Hoi! Maar in ieder geval, dat was echt gezellig. Die avond daarvoor ben ik aan boord geweest van de Susanna. Dat is een trawler. Dat is een beetje mijn droomschip, dat model. En die vrouw die volgt mij ook. En die heeft mij hier opgepikt van de boot af. En die heeft me meegenomen naar een dorpje in de buurt van Leeuwarden. En daar hebben we aan boord heerlijk een hapje Chinees zitten doen. Dus ja, ik heb me dus niet verveeld. Maar ik ben heel blij dat er weer wat reuring in de tent komt. Want daar ben ik stiekem ook wel van. En dan neem ik jullie weer mee straks met allerlei vaaravonturen. Dus blijf kijken, want er gebeurt vast wel weer wat leuks. Even lekker schoongemaakt, stof gezogen. Ik ben nu water aan het bijvullen. Chico doet daar de eindcontrole over. Je ziet het. De vloeistoffen van de motor eventjes gecheckt. Dus alles ja, blijkt op orde te zijn. Dus we zijn helemaal klaar voor eigenlijk. Zo, goedemiddag. We hebben een soort Oi niet als love momentje hier. Hè? Ze zijn er enig. Hoi. Hoi. Die hebben er zin in. Die hebben er zin in, ja. Hoi! Oh jeetje. Oh, je hebt je hondje meegenomen. Ja, oh, dat kan wel even. Oh. Wat een prachtig hondje heb jij trouwens. Ja, dankjewel. Hoi, jij bent trouwens Willeke. Je bent, hoi, nou, ik noem jou gewoon de buurvrouw van Theo. En jij bent? Levi. Levi, nou leuk dat je erbij bent. En dit is? Hoe heet de hond? Hoe heet de hond? Foxy, hè? Foxy, nou. Foxy is een heel mooi beest. Wat is de Akita? Wat? Shiba. Oh, Shiba. Nou, dit is een prachtig beestje, joh. Zo, ach. Ja, ben je een beetje bangig? Ja. Snap ik wel, met zo'n grote hond. Ja. Ja. En hebben jullie een beetje goede reis gehad? Ja, perfect. Ja? Heel goed zelfs. Mooi toch? Weer hebben we hier. Het heeft een hele blauwe lucht. Het waait wel weer. Het waait hier altijd, wil ik, altijd? In Friesland. Is dat zo? Het is niets normaal. Ja. Altijd. Nou, gauw terugvaren. Ja, ja, windje mee. Windje mee. Nee, we gaan nog even verder. Hè. We gaan vandaag een beetje richting Leeuwarden. Ja, ja, zeker. Dan nodig ik jullie even uit naar de VB002. De koffie staat klaar. Wat wil ik? Heerlijk. Wil ik is niet zo'n zo'n autobaan rijden. Nee. Zo'n grote weg rijden. Maar ben je niet snel weggereden? Nee. Nee, hoe noem jij het zelf? Ik ben polderrijbewijs. Je polderrijbewijs? Ja. Dus jij bent echt in het buitenland? Ja, ik ben wel echt in het buitenland. Dat ging heel goed hoor. Met familie Aantjes maak je altijd avonturen mee. Ik was een beetje bang, in eerste begon gelijk voor de polderrijbewijs. Je denkt, daar zit ik 2 uur naast. Heb ik gevraagd. Ik zeg, zal ik daar rijden? Nee, dat was niet nodig. Nou, ze rijdt hartstikke goed. Ja. Ja, je broek was net opgedroogd van het zeilavontuur. En nu denk je, je krijgt weer een natte broek van de spanning. Misschien, hè? Ja, zou het? Ja. Oh, het polderrijbewijs. Nou, kom maar mee. Moet ik wat dragen? Ja, Kees. Zij er de vlogcamera. Ja, ja, Trixie. Mijn dekbed. Jij hebt gezien wat er met mijn dekbed is gebeurd. Ja. Trixie, kijk wat dit is. Ruikt er eens aan. Lijkt het je wat? Ja. Nee, Trixie, als jij erbij in de buurt komt, dan doe ik je wat. Chico, hou jij de wacht? Ja. Dat kan toch niet, hè, dat een hondje op je bed plast? Hè? Dat kan toch niet? Nee. En jij hebt gezien, hè? Foxy doet dat toch ook niet? Nee, Foxy is veel beter opgevoed. Nou, ze zijn weer los. Mooi hoor. Uit de leeftijd later. Nou, we zitten even gezellig aan de bakkie. Ja. Het voelt weer helemaal als thuiskomen, denk ik, hè zo? Ja, nou. Je zit weer op de troon. Zit weer op de troon, ja. Klaar voor de volgende, klaar voor de afvaart. Voor de volgende bestemming, ja. Ja. Maar hoe was je week thuis? Heb je een beetje vermaakt? Ik wilde in de tuin gaan werken. Ja. Maar toen zag ik 's morgens een advertentie Marktplaats staan. Ja.
En dus even van de tuin kwam niks. En anderhalf, twee uur later had ik een camper gekocht. Ja, in Molenaars Graaf. Ja, het stond net om de hoek. Ja, dat verzin je niet. Komt op de fiets af, zowat. En je hebt maanden zitten zoeken, want er was toch niks te kopen. Hè? In die coronatijd ging iedereen een camper kopen. Ja, en dit was eigenlijk precies wat ik graag hebben wilde. Ja. Dus dat hebben we eerst maar gedaan. Ik kreeg van jou 's morgens om 9 uur een appje. Is dit wat? Met de link van de marktplaatsadvertentie. Ja. En ik was wat laat met reageren. Ik heb hem al gekocht. Toen belde hij en toen zei hij, ik heb hem al gekocht. Of dat je een suikerbrood of een stroopwafel bij de bakker haalt. Ja, dat lijkt wel impulsief. Maar die acties heb ik altijd, maar heb ik van tevoren goed over nagedacht. Daar heb ik ook precies hetzelfde. Ja, Chico ziet hem best plezier, dat hij gaat opvreten hoor. Daar komt hij. Ja, Chico, daar komt hij. Ja. Hop. Heb je hem, Chico? Dan moet je vingers niet zo hebben hoor. Even 30 kilo op je schouder. Maar goed, dus je hebt campertje gewoon. Nou, gefeliciteerd hè. En ik laat, en eet smakelijk ook. Ja. Maar ik laat even fotootjes zien nu onder dit gesprek. Wat een mooie camper. Ja, 2 jaar oud. 2 jaar oud. Dus 20.000 kilometer tussen. Zo'n hefbed voorin. Ja. En quietsbands achterin, een ruime douche erin. En dat is gewoon, maar het is integraal is het hè. Ja. Ik had vroeger altijd half integraal, nu is het integraal. Ja. Eigenlijk vonden we dat stiekem niet zo heel mooi in het begin, dat we dachten, zo'n soort vissenkom effect. Ja. Maar als je dit zo ziet, ik vind het een heel strak ding en gewoon heel veel ruimte. Ja. En als wij bijvoorbeeld samen een keer op pad willen. Dan lig je niet een meter van elkaar af of zo. Maar heb je echt je eigen ruimte allebei? Er zit ook een deurtje of zo. Of een afsluiting tussen. Dus dan kun je apart liggen, dat is beter. Ja, we hebben nog wel eens plannen misschien. Volgend voorjaar of zo, in de Scandinavië. Ja, zoiets. Die West die blijft maar rollen. Maar dat zou natuurlijk heel gaaf zijn. Gaat pas halen nadat we dit gedaan. Ja, na deze trip gaat hij hem ophalen. Dus dan heeft hij hem al vrij snel. Ja. Spannend. En dat laat ik ook wel eventjes zien natuurlijk. Ja, ja. Nou, bedankt. Jullie bedankt voor het brengen. Hè? Doei tegen. Doei Levi. Leuk dat je er even was. Tot de volgende keer. Tot de volgende bestemming. Yes. Heel veel plezier nog, hè? Ja. Dankjewel. Doei. Ja. We hebben weer een paar uurtjes onderweg. Juist. Ja, met de polderrijbewijs. Ja, dat gaan we goed met jou, hoor. Denk je? Zo, pa, daar gaan we weer. Ja. Trossen los. En we hebben net eigenlijk besloten om... doei! om een beetje richting Grauw te gaan, want de halve dag is al voorbij. Ja, daarom. En dan kunnen we nog even Grauw kijken. Ja. En dan morgen op tijd Leeuwarden, daar wil je toch ook wat van zien. Ja, daarom. Dus dan... Net zo goed. Kan je nu heel snel naar Leeuwarden, maar dan moet je toch morgen... toch ook een dag in Leeuwarden blijven. Ja, want dat willen we ook zien natuurlijk. Hè? Misschien is er dan nog ruimte in de Prinsentuin. Wie zal dat zeggen? Nou, oké. Okay. Gooi de trossen maar los hoor. Ja, weet je Kees? Ik denk dat best naar achteruit kan varen. Kijk, met hem achteruit, een tak in die omwaaien, dan kun je wegtrekken. Oh ja, dat is een goeie. Ja. Goeie tip van Theo. Ja. Er staat een ferm windje. Dus, het is denk ik windkrachtje 4 of zo. Ja. Dezelfde windkracht als toen wij gingen zeilen vorige week. Ja. Alleen nu we geen zeilen. Op lage wal. Ja, op lage wal. Dus... Dat zijn allemaal van die termen, mensen. Weet jij wat lage wal is? Ja. Ik ben sowieso wel eens op lage wal terechtgekomen, ook in mijn leven. Geef even een reactie hier onder deze video. Wat is lage wal? Dat is een leuke tutorial voor mensen die niks van watersport weten. Thank you.
was gaaf om te zien. Gewoon een vrachtwagen. Gaaf om te zien, maar niet gaaf om te hebben, denk ik. Ik moet er een lift bij hebben om erin te komen. En je vrachtwagenrijwijs heb je ook nodig. Vrachtwagenrijwijs. Ja, ik hou hier zo van. Het is ook een soort campers. Ja, dat snap ik. Geweldig. 6x6. Avontuurlijk natuurlijk. Ja. Ik hou een beetje mijn hand voor de microfoon. Maar goed dat ik bij de kapper geweest ben. Kees, dan waaien mijn haren niet zo weg. Oh ja, inderdaad. Daar heb ik nog helemaal niks over gezegd. Nee, het is jou zo goed gedaan. Zo, ja. Ja. Zo, nou, compliment hoor. Ja, ja, nou hoeft niet meer. Smaal, Kees. Wie verzint dat om hierheen te gaan? Ja, de route zegt dat het moet kunnen. Ja. Tot in mijn broek. De route zegt dat je erheen moet. Het is niks, het is een sloot. Ik heb aan beide kanten maar een half metertje over. Ja. Nou, met je rustig aan. Als ik vast kom te zitten, dan kan ik het. Ja, maar je kan er niet terug. Dan moeten we maar met een helikopter de auto laten liggen. Jongens, ik heb toch ook hier varen met een rubberbootje? Ja, die wel ja. Oh, ik heb dit nog nooit meegemaakt, zo smal. Nee. Als ik op vast zit, heb ik echt een probleem. Ja. Ik voelde het net al een beetje dichtslippen en er staat wind. Dus kom op, we gaan even de stoot willen uitgooien. Maar... Oh jongens. Oké, ja, wat gaat er al, Kees? Langs de pizzeria. Moet je nog pizzas kopen? Ik denk, zal hier ooit zo'n grote boot door het dorp heen gereden? Ja, net lag er ook eentje, Kees. Oh, daar gaat hij, kijk. Nou, kijk. Oh jongens. Zo schitterend. Je hebt aan de andere kant nog wel aardig wat over, ook eens. Het is compleet een verkeersinfarct. En waar zitten we? Waar heet het dorp? Varga of zo. Ja. Zoiets. Het is een café, een pizzeria. Kijk. De kerktoren, ja. Dat is schitterend, man. Dat is juist het mooie. Ja, dat je dat meemaakt. Ik had echt geen optie om terug te gaan. Vast... Terug ga je nooit goed. Nee. Moet je even achteruit. Kees? Ja, maar kijk, het slootje. Ja. Ongelooflijk dat ik hier doorheen ben gekomen. Het is nog rood, maar ik mocht al gaan varen naar die man. Als je nu vast komt te zitten onder deze brug. Is er niet? Het hele dorp stil. Goedemiddag. Dank u wel, meneer. Het brede Kees, zie je? Ik ga eens even door het dorpje heen. Oh, ik kan nog steeds niet geloven. Ja, het ging wel. Toch? Nou ja. Ja, het ging wel. Nu is Brede al. Ja, je zit in de vlog. Ja, hoor. Ja? Rubberbootbegeleiding. Ja. Met politiebegeleiding, maar rubberbootbegeleiding. Ja. Vaak mogen ze niet, maar ja, mag ze veel niet. Zo kijk. Stunt. Dat is wel leuk. Ja, het plan was eigenlijk om vandaag een klein stukje te varen richting Grauw. Dat was wel een heel klein stukje. Ja, dat was wel een heel klein stukje, ja. 10 kilometer. Ja. Nou, dan doe je zes weken over om een dok om te komen. Ja, dus het, we hebben toch maar besloten even door te gassen. Ja, nee. Gaan we, joh. Nu naar Ljouwert, hè, gaan we nu. Ja, 3:15. De Prinsentuin is een beetje het idee. Ja, het zonnetje schijnt, het is perfect. Het is wel een koud windje. Het is koud windje, inderdaad. Sorry voor de wind.
afgemeerd in Ljouwert, maar nog niet op onze eindbestemming. Want we moeten even wachten op deze brug totdat die open gaat. En volgens mij nog twee bruggetjes daarachter. 6 uur pas. Ja, het is nu 4:30. Spitstijd is ergens niet open. Nee, dat geeft ons mooi even de tijd om de doggies te laten aftappen. Dus we moesten eigenlijk aan de overkant liggen, maar we hebben er even een pinnetje in de grond geknald. Dus ja, kunnen we hier even 1,5 uur even wachten totdat we het centrum van Ljouwert in kunnen. En dan hoop ik dat we vannacht een leuk plekje in de Prinsentuin hebben. Dat zou wel leuk zijn. Het is niet echt een Trixie duikt gelijk het water in volgens mij. Die ruikt de vrijheid. Zie je ze zoeken? Trixie, haar jachtinstinct in Leeuwarden doet het ook nog. Het is 6 uur. We hebben onze tijd mooi gedood met een beetje lekker in de zon zitten. Het brugje gaat open. Midden in Leeuwarden, aan de Prinsentuin. Ja, en gezellig. Ja, leuk sfeertje. Studenten op de kade. Ja. Leuk hoor. Ja. Toch? Ja, we zijn helemaal doorgevaren, want de mensen zeiden van, het is daar altijd heel druk in het begin, maar juist niet. Alleen van 6 tot 8 kun je niet binnen. Nee, van 4 tot 6. Ja. Daar bedienen ze geen bruggen. Nee. Maar ja, ze kunnen dat begrijpen, weet je. Als de hele stad verstopt. Ja. Toch? Mooi hoor, moet kijken. Het is een nieuwe uitzicht. Ja, schitterend. Ik ben er helemaal blij mee. Ja. Avondzonnetje hier. Nou. En je loopt zo de stad in. Perfect. Ik werd een beetje bang gemaakt door mensen van, er is nog wel eens wat criminaliteit hier in dat park. Dat moeten we nog beleven. Ja. Maar twee hele valse honden. Ja. En een zeer agressieve opa. Ja, en Trixie, wat denk je daarvan? Zo, nou. Gaat er achteraan, hoor. Don't even try it. Ja. Nee, maar we gaan ervan genieten. Ja. Het weer is ook prachtig, dus we gaan straks even het stadje in. En voor ons nog. Topplekkie. Goedemorgen. Camera loopt. Ja. Even bijkomen. Ik ben net wakker, maar ik denk, dit moet ik weer even filmen. Dat vind ik wel leuk, het plaatje zelf. Mooi uitzicht hebben we hier. Ja, mooi plekje. Zo. Ja, we moeten alleen gaan verplaatsen. Ja, maar... Ik lig niet op een goed plekje, want ik lig bij een watertappunt. Dat mag niet van mevrouw de... Nee, maar als je dat begrijpt, dan kunnen anderen water tanken. Ja, maar de buurman zei, ga er maar liggen. Ja, maar die heb hier ook niks te vertellen, zeg ik. Nee, dat zei ze, ja. Zei ze dat was goed bedoeld, maar ik moet gaan verplaatsen, dus inderdaad. Maar dat is niet zo erg. Nee. Kijk, en je kan wel zeggen, ga in het zonnetje liggen, maar dan lig je in de overkant. En dan moet je helemaal rond om in de stad te komen. En wij liggen hier zo mooi in dat park. Ja, dat klopt, want kijk, hier aan de overkant... Ja. Nou, je ziet het al, is een man zijn hondje aan het uitlaten. Dat een leuke stad hoor. Heel veel jongeren. Ja, heel veel studenten. Maar gisteren was de eerste dag dat ze, kennis maken met elkaar. Ja. En die liepen ook allemaal weer op straat te kijken hoe Leeuwarden eruit ziet natuurlijk. Nou, ik voelde me hartstikke oud. Ken je eigenlijk hoe jij je voelt? En voor mijn leeftijd. Ik
zie, joh, ik ben echt Ja. Ik zie trouwens iets aan mijn boot hangen. Of het is een bekeuring. 21 staat erop. Ja, nou dat is niet mijn leeftijd, die van jou ook niet. Wat zou het zijn, hè? Ik zou wel eens gaan kijken. Ik heb een liefdesverklaring. Ja. Nee, ik ken goed. Naar jou toe. Nee, voor jou. Oh. Je gaat het pakken, ja. Jij bent altijd zo lekker van op iets morgen, toch? Ja, dat is nog een kleur, dat is de kop. Zo, mijn kop. Ja. Mijn pa is echt een ochtendmens, ik iets minder. Volgende bestemming, bedankt voor jullie leuke filmpjes op YouTube. Leuk om jullie boot eens in het wild tegen te komen. Groetjes uit de haven van Leeuwarden. Roy en Laura, nou, van de Dreet 48. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Leuk toch? Kan je de dag mee beginnen. Beter dan een bekeuring. Dat bedoel ik. We hebben de fietsen van boord afgehaald en we gaan even een rondje fietsen door Leeuwarden heen. Hè? Ja, zeker. Hartstikke mooi hoor. Ja. Dat is de Vrouwenpoortse brug. Ja, zijn we gisteren onderdoor gegaan. Precies, en nu staan we ervoor te wachten met doorheen, de fiets. Ja. Maar ik moest toch even naar de fiets maken hier. Bike totaal, niet. De Vries heeft mij geholpen, want ik had een flat tire. Ik heb heel lang niet gefietst. Dus die heeft me weer wat lucht gegeven. Dus we gaan dus even Leeuwarden verkennen op de fiets. En jij hebt knooppuntjes voor je. Doen al die oudjes. Doen al die oudjes. Ik heb nog nooit één knooppunt gevolgd in mijn leven. Maar, je moet er eerst bij zo'n punt zien te komen. Ik heb het idee dat geen het punten. De kant van het water is. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Oh ja. Moeten we nog even wachten, want de brug staat toch open? Even hij gaat dicht. We staan nou heel dicht hier bij die 63. Hè? Ja. Als we daar zijn, dan kunnen we verder met, en heb ik al mijn hand geschreven, 17, 62, 26, 25, 91, 64 en 63. Dan ben je er weer. Dat zijn de getallen van deze week. Dat zijn de getallen van deze week. Kun je dat onthouden? Nou, ik niet, maar ik kijk gewoon naar jouw hand. Ik heb wel mensen bij me die dat slecht kunnen onthouden. Ja? Ja, en daarom heb ik er ook op mijn hand geschreven. Ja. Wat heb je nou achter je telefoon? De oplader. Hij was leeg. Kijk. Even een powerbank is het eens. Ja, het werkt wel. Ja. Brugje is weer gesloten, dus we kunnen er weer overheen. Let's go. Zeker 2 kilometer gefietst. Ja, hebben we dit wel nodig. Er zit hier weer te knagen hoor. Er zit niet veel suiker in hoor. Nee, het is heel Carolie. Ja, je zit weer te smikkelen. Ja, het is wel super lekker. Hè? Heerlijk. En ik vind het tot nu toe echt een super leuke stad. Ja, super. Met heel veel studenten vooral. Maar voelt zich een beetje oud. Nou, ik ook al. Je hebt wel knooppuntjes fietsen, dat maakt het goed. Ja. Kees, voor het eerst van het leven knooppuntjes. Voor het eerst van het leven. Snap er helemaal niks van, Kees. Nee. Maar ik begin het te begrijpen. Ja. Ik ga snel beginnen met mijn situatie hier.
Dat was met... Ja, we zijn weer thuis. En dat was even leuk zo, hè? Dat was heel leuk. Leeuwarden, we zijn aangenaam verrast. Ja. Ja, ja, dat is een hele leuke stad. Ik krijg een beetje de kriebels van Leeuwarden op een positieve zin. Echt een hele leuke vibe, hangt er veel jonge mensen. Het is, je hoort hier boven mij dus een Cessnaatje met een groot spandoek erachter met New Students, Big Welcome. Dus ja, die staan natuurlijk allemaal weer te trappelen, kunnen eindelijk weer naar college. Wat zo'n de dynamiek in de stad alleen maar groter maakt natuurlijk. Maar hartstikke een leuk rondje gedaan. Ik ben blij dat ik Leeuwarden op deze manier heb leren kennen eigenlijk. Vanuit de Randstad kom je niet zo snel hier. Maar ik zou toch mensen adviseren om dat een keertje wel te doen. Want het is gewoon hartstikke leuk. Verrassend leuk eigenlijk. Dat was de vlog weer voor vandaag. Wij hebben genoten van Leeuwarden. Topstad. Ja, perfect. Het wordt weer tijd om naar de volgende bestemming te gaan. En dat is Dokkum. Maar, en dat ga je zien in de volgende vlog. We hebben meteen bij het verlaten van de Prinsentuin al een probleem. Want we liggen te wachten voor de brug die niet meer open gaat of niet meer dicht. Dat is net hoe je het bekijkt. Dus dat zou zomaar het hele plan in duigen kunnen gooien. Het is een manier om in Dokkum te komen, oké? Okay? Ja. En of dat lukt? Nou, dat zie je dus in de aanstaande vlog. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Like deze video eventjes. En abonneer hè, gratis als je dat nog niet had gedaan. En mocht je mij financieel een klein duwtje in de rug willen geven, dan kan dat via petje.af/de volgende bestemming. Top. Dan kan ik weer een paar kilometertjes maken en hopelijk heel veel vlogs later. Bedankt voor het kijken en tot de volgende bestemming. Oh nee, ik ga dat even in het Fries doen. Dat is natuurlijk veel leuker. Daar komt ie. Dank voor het zien en ont de volgende bestemming. Doei!